Dit zijn beelden van vorige week. Een café in Polen waar Ajax-supporters samenkomen, wordt belaagd door supporters van Legia Warschau. De harde kern van die club is in binnen- en buitenland berucht. Vandaag en morgen komen 2600 Poolse voetbalfans naar Nederland. Ze worden ontvangen door ADO Den Haag. Als het goed is komen ze gewoon voor een mooie wedstrijd. Maar de politie houdt ze extra scherp in de gaten. Want is er niet een club vechtersbazen in de stad uitgenodigd? ADO Den Haag wil vandaag niet voor de camera reageren, maar laat weten dat het bezoek van de Poolse supporters in strakke banen wordt geleid. Onder meer door de politie. Supporters van ADO Den Haag die hebben al meer dan 30 jaar een vriendschapsband met die van Legia Warschau. En waar andere steden in Nederland misschien niet zo om de Polen zitten te springen, zijn ze hier dus wel welkom. En dan hopen we maar dat ze zich onder vrienden een beetje gedragen. Morgenochtend verzamelen de Poolse supporters zich. Dan kijken ze naar een training van ADO. Daarna staan er buiten bussen klaar om ze naar de hoofdstad te brengen. Maar zolang ze nog in de hoofdstad zijn, blijft de politie hier extra waakzaam.